Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube Mensen. Tijd voor een nieuwe review. De laatste tijd iets minder reviews gedaan. Ik weet niet waarom. Soms heb je dat. Dat je denkt van een klein beetje rust of iets of wat dan ook. Niet dat het me geen rust geeft, maar ik vind gewoon eventjes excuus. Gewoon even wat meer tijd voor jezelf of zo. Ik weet het niet. Dus bij deze weer een bier review. We gaan verder. Weet je, ik heb 4 bieren gehad. 4 bieren gehad, serieus? Zeker, van Brouwerij De Vecht. En zoals jij al denkt, althans dat denk ik, Brouwerij De Vecht? Ja, dat ligt daar toch? Ja, dat ligt daar ergens bij Maarsen, Breukelen. Dat is een aardig lang stuk. Vreeland en dat soort. Vreeland, zeker. Ik heb hier ambachtelijk gebrouwen Vreelands witje, Hefeweizen, van 4,5%. Brouwerij De Vecht. En nogmaals, volgens mij was het Dirk. Dirk die bracht deze bieren. En echt super tof, dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd. Superleuk gedaan, mooi etiket. Handtekeningetje erop, stempeltje. Echt heel erg netjes gedaan. Gewoon een witte kroonkurk. Niks spannends aan de kroonkurk, zeg maar. Nou, openmaken. En ik moet eerlijk bekennen, hij is goed afgevuld. Echt gewoon tot hier. Dus ja, laat ik zo zeggen, we komen niks tekort. Het Remi-glas, ja, weet je. Drinkt gewoon lekker. Ik weet niet waarom. Ja, en een witje vind ik altijd wel lekker hoor. Het is nu best wel mooi temperatuurtje. Goede nazomer, het is september. Ik weet niet, ik heb wat met die nazomers. Ik vind het altijd zo lekker. September is zo'n fijne maand. Althans, vind ik. Allereerst de kleur. Hij is mooi helder. Heel licht. Nou ja. Echt heel licht. Hazy-achtig iets. Maar het is eigenlijk is het gewoon. Ja, het is gewoon helder eigenlijk. Wat wil je nou, Remy? Ja, nee, dat. Witte schuimkraag. Kleine belletjes, iets grotere belletjes. We gaan kijken wat hij doet. Here we go. Ja, hij ruikt heel goed. Hij ruikt heel fris, vol. Beetje citrustonen. Hij ruikt heel fijn, heel fijn, heel vol. Hij is overigens houdbaar tot 15 september 2024. Staat bij batch nummer 10 approved. Nou, dat is wel cool. Dat ze dat erop zetten. Er staat eigenlijk nog een heel groot stuk tekst op. En volgens mij heb ik dat. Ja, dat volgens mij al eens een keer verteld. Maar in ieder geval. Hij ruikt goed. Vreeland is, ligt, wat ik al zei, aan de Vecht. Hetzelfde als Maarsen, Breukelen en blabla. Maarsen hebben we al gehad. Dus we gaan nu deze Vreelands witje, oftewel even wijten, proberen. Cheers. Oeh. Oh, lekker. Prachtig mooi. Hij komt net uit de koelkast. Dus het is lekker koud. Het is buiten zo'n 24 graden ongeveer. Niet verkeerd. Hij smaakt echt super goed. Gelukkig, de koolzuur zit er wel mooi in. Hij is niet te. Weet je, dat heb je ook wel eens dat je denkt, oh, is te koolzuur, te veel koolzuur. Maar hier zit een heel mooi romig tintje aan. Weet je, toch ook een beetje die banaantjes. Citrusje wat ik ook in de neus meekreeg. Overigens zie ik de ingrediënten zijn water, gerst, hop. Ook tarwe en gist. Nou, tarwe, dat maakt het denk ik net even wat. Ik noem het altijd een beetje boterig. Ja, een beetje romig. Mooi bier. Mooi bier. Het is gewoon een heerlijk bier. Heerlijk Hefeweizen, 4,5%. Ik moet
eerlijk bekennen dat die... Ik heb wel eens bieren van 4,5% gehad. Ik echt dacht van... Ja, weet je, wat niet waterig, maar... Ik weet niet, het had wat voller gemogen. Dus bij deze niet. Hij drinkt heel mooi. Heel mooi. Ja, eigenlijk wil je dit. En volgens mij zit toch al wat gist op de bodem. Er ligt toch al wat gist op de bodem. Dus ik ben benieuwd als ik dat erbij schenk. Dat denk ik. Dat hij dan net eventjes wat hazier wordt. Ik denk het wel. Ja, moet je kijken. Wat een verschil. Prachtig. Supermooi. Mooi hazy. Kijken wat, of hij nog iets anders in de smaak doet. De smaak blijft ongewijzigd. Prachtig mooi bier. Echt heerlijk. Nogmaals, Brouwerij De Vecht. Hartelijk bedankt voor de bieren. Ik heb er nog eentje staan. De Loener volgens mij. En die komt ook uiteraard. Maar ik ga hiermee afsluiten met deze prachtige Hefeweizen van Brouwerij De Vecht. Met hun witje. Cheers.